De Quatamarkt is echt mijn plant-based dream. Er zijn zoveel lekkere verse groenten en fruitsoorten te vinden en alles ziet er zo kleurrijk uit. Het is een outdoor markt, maar best wel met een indoor gevoel doordat hij overdekt is. Wel echt super fijn, want de zon is echt faya vandaag. De markt is geopend op woensdag, vrijdag en zondag volgens mij. We komen van de woensdag Quatamarkt en ik zal straks laten zien wat we allemaal hebben gekocht. We hebben pompoenmoes, sinaasappel, manja, jamu, tomaten, marcousa, bananen en deze bi-avocado moet nog even rijpen, dus die ga ik over een paar dagen eten. En deze pompoen wordt een roti veggie voor vanavond. Het wordt geen pompoen vandaag, maar wel kikkererwten met kaneel. We eten vandaag roti met boulanger, kousenband, kikkererwten, aardappel masala en komkommer. 100% sweetie, 100% plant-based. We zijn onderweg naar Brownsberg voor een tour plus overnachting. En we hadden van tevoren al onze opties doorgegeven. En we eten vanavond bruine bonen met rijst en kousenband, tomaat en komkommer. Ik heb zelf nog wat fruit meegenomen en we hebben net hier bij deze toko hebben we bakkebana gehaald. We zijn onderweg naar de Leoval en ik heb net mijn bakkebanaatje op en een stukje meloen. Even voor wat energie. Oh, die kouvrees hier zijn verschrikkelijk. We zijn bijna aan het einde van onze Brownsberg tour en we zijn nog even gestopt hier bij deze Warung bij Paranam om wat te eten. We hadden nasi besteld. Het zag er heel lekker uit met kousenband, aardappelpeper, komkommer en tomaat. Alleen er zat ook kip op, maar we hebben nu wat anders besteld. Vroeger, toen ik mijn plant-based journey begon, toen haalde ik de kip eraf, maar daar ben ik nu al jaren mee gestopt. Omdat de juice van de kip op de nasi zit en dat vind ik gewoon niet prettig. En nu hebben we een tillo kousenband en een bami besteld. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben weer terug in Paramaribo. Brownsberg was echt super leuk. Na een urenlange busrit kan ik wel wat kokoswater gebruiken. Daar krijg ik energie van. Ik hou zoveel van dat kokosvruchtvlees. Wie ook. Zo lekker. Is die open, denk je? Jawel. Tot zo laat? Tot. Ik ben bij Reza, gezellig met de family. Wat zitten jullie op samosa? Oké, okay, aardappel en domerta. En weet je of het veganistisch is? Ja, vegetarisch toch? Zit er ook bijvoorbeeld ei-producten in of melkproducten? Ik heb zin in nasi. Nasi. Ja, wat zit erbij? De beunen, nasi met kamusaké. En zuur, peper en zuur. Er zitten geen veggies bij, hè? Nee. Dan neem ik nasi en pichil en samosa. En weet u misschien of de pindasaus veganistisch is? Ja, ik heb ook vegetarisch. Nou, maar is het vegetarisch of veganistisch? Dus zeg maar, zit er bijvoorbeeld terrassi of garnalen in? Nee. Dat u weet? Nee. Of melk? En dit is het resultaat van de bestelling. Het ziet er echt heel erg lekker en vers uit en ik ga ervan genieten. Tante heeft een pomp gemaakt, ready to go in the oven. Oeh, hij ruikt heerlijk.
Ik heb natuurlijk niet te veel pom gegeten, want ik stap zo meteen de yogales in. Ik heb heel veel zin in de les. Ik zal jullie even laten zien hoe prachtig het hier is. Sunset yoga op de pier met uitzicht over de Suriname rivier. Het is echt magisch mooi. Onderweg naar het Marriott Hotel voor een diner. Ik kan straks gewoon lekker relaxed gaan zitten. Ik hoef niet te vragen of er dierlijke producten in zitten. Geen boter, geen kaas, geen ei. Iedere woensdag en donderdag bieden ze een veganistisch menu aan. Ik neem jullie mee en laat jullie zien wat ze hier allemaal voor lekkers maken. Oké, jongens. De chef special als amuse een bitawiri quinoa polenta. Als appetizer fresh palm heart crepes. En de main course is een brignal. En dat bestaat uit geroosterde aubergine, groentes, tempeh, quinoa, chips, nog meer groentes, spinach en kalalu tule. Kalalu tule, ik heb geen idee wat dat is. Weet jij wat dat is? En het dessert natuurlijk heel belangrijk. Wat staat er? Chocolate coconut, honey lemon infused pineapples. Oeh, lekker. Roasted coconut flakes, passion fruit compo. Oeh la la. In het dessert zit honey lemon infused pineapples. Dus ik ben benieuwd of het van bijenhoning is. Of dat het misschien vegan honing is. Want ik eet zelf geen honing omdat het een dierlijk product is. Dus ik ga het even vragen. Ik moet het toch vragen, jongens. Het dessert was toch niet veganistisch helaas. Maar ik ben heel blij met citroenijs en vers fruit. We zijn onderweg naar de Indo Fair en ik heb best wel trek. Ik zal met jullie delen wat ik eet. Het ziet er echt heel gezellig uit hier. En ik denk dat ik pichil en bakabana ga nemen, maar ik zie ook nasi en bami. Veganistisch buiten de deur eten kan soms lastig zijn, maar in de loop der jaren heb ik geleerd om creatief te zijn met het samenstellen van gerechten, zodat buiten de deur eten in een non-vegan omgeving geen probleem is voor mij. Op de centrale markt heb ik deze mooie bos verse klaroen gekocht. Er bestaan verschillende soorten klaroen en het wordt ook wel Chinese spinazie genoemd. En de zaadjes kennen we ook wel als amarant. Vandaag eet ik het met roti en aardappel masala. We zijn even gestopt bij de Jozef Israëlstraat om verse sap te halen. In Suriname zijn de sinaasappels groen, dus ze hebben een groene schil. Je zou denken dat ze niet rijp zijn, maar dat is niet waar. Wist je dat de kleur van de sinaasappel geen enkele invloed heeft op de smaak? Het is zo warm vandaag en ik kan wel wat extra refreshment gebruiken. En deze sinaasappels zitten vol vezels en zijn zo zoet en sappig. Perfect! Ik ben nu even aan het genieten van deze lekkere ananas. Hij is zo juicy, lekker sappig en super zoet. Ik was nooit zo goed in het uitzoeken van verse pompoenmoes, maar nu heb ik geleerd hoe zwaarder, hoe verser, hoe sappiger. En deze ziet er echt spang uit. Het is weer tijd voor pompoenmoes, my favorite. Gebroken lijnzaad en hennepzaad heb ik thuis altijd in de keuken. En hier in Suriname is het te vinden bij Dio NDA. Ik gebruik het door smoothies, fruitbowls, pannenkoeken, ook door burgers. Eigenlijk door heel veel verschillende gerechten gebruik ik het. Als je het aan mij vraagt, is het perfecte bindmiddel, zit vol vezels en geeft een verzadigd gevoel.
Ik heb roti afgehaald en ik ga nu naar huis en dan ga ik er taierblad en komkommer bij maken voor extra veggies. En ik heb er heel veel zin in. Ik verwijder de stengels van de bladeren en snij alles in kleine stukjes. Ik start met het bakken van de stengels, omdat deze wat harder zijn en langer de tijd nodig hebben. Daarna doe ik het blad erbij. We hebben kousenband, aardappelmasala, komkommer en taierblad. In de Gesonto Mindset leren we dat dieren geen producten zijn, maar wezens die pijn kunnen beleven. Zo ook deze krabboes. Ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe ze uit hun eigen leefomgeving zijn gehaald en hier lijden. Ik hoop dat deze ondernemers een steuntje in de rug krijgen om zich bijvoorbeeld om te laten scholen en een business vinden in plant-based producten. Zodat we deze wrede afslachting niet meer zien in het Surinaamse straatbeeld. We hebben fruit gehaald bij Tulip en dat fruitkraampje aan de Tourtonnelaan. Zeg maar tegenover de supermarkt. Avocado met zwarte schil. Een van de dingen waar ik het meeste naar uitkeek was het eten van zongerijpt Surinaams fruit. En ik kan je zeggen dat mijn verwachting is overtroffen. Een boterzachte avocado met groene schil. I love it. Over bridge bij de Suriname rivier. Van het uitzicht genieten. Want het wordt al bijna donker. Goedemorgen. We hebben overnacht bij het Overbridge Resort. En ik ga zo yoga doen. Lekker aan de Suriname rivier. En we hadden van tevoren aangegeven dat we plantaardig eten. En ons werd verzekerd dat er zeker wat bij zit. Hier achter mij is het restaurant. En we kwamen binnenlopen. En toen zei de medewerker meteen... Hij gaf aan dat hij alles apart voor ons maakt en ik vind het heel erg positief. Want zo zie je maar weer, wanneer je aangeeft dat je plantaardig eet, dat ze zeker bereid zijn om er moeite voor te doen. Oh, dit ziet er lekker uit, tante. Dankjewel. Het mooie van Pichil vind ik dat je eindeloos kan variëren met veggies. Vandaag heeft tante het klaargemaakt met chapar dagoblad, of althans ik denk dat het dagoblad is. Spitskool, kousenband en een lekkere milde pindasaus. De pindasaus is gelukkig ook helemaal plantaardig, dus zonder trassie of zoiets. Vanavond gaan we naar een festival en ik ben benieuwd hoe vegan-friendly het daar is. Even kijken wat ze hier hebben. Ze hebben burger. Burger. Alleen maar burgers. Dat is rund. Vissticks. Worst en pastei. Patat en patat saté en barbecue bout. Misschien kan ik patat nemen en zal ik vragen of die pastei vegan is. En wat zit er in uw pastei? Wat was onze pastei? Nee, wat zit er in uw pastei? Ja. Hebben jullie iets veganistisch? Nee. Alleen een boogie patat. Alleen een boogie patat. En, maar wordt het in hetzelfde olie gebakken als al die andere dingen? Hebben jullie ook nog wat anders? Voor saus? Nee, geen ketchup of zo? Als waar, maar peper. Oh, die ketchup is peper? Ja. Oké, dan moet ik even kijken. Oké. Nou, dat wordt dan een patatje zonder saus. Nee, weet ik niet. Even kijken wat ze nog meer hebben. Nee, alleen vleeshoors, bloedhoors, kippenpoot en ei. Het wordt een puntpatat met ketchup. Goedemorgen op deze mooie zondag. Ik ben me aan het klaarmaken voor een masterclass Electric Food. Maar ik ben nu ook naar de herhaling aan het kijken van het interview van In the Spotlight. En ik ben eigenlijk heel tevreden met het interview. Ik heb ook al hele leuke reacties gehad van iedereen. Dus iedereen bedankt voor het kijken. Ik ben bij de masterclass van Electric Food. Ik moet echt opletten dat ik dit niet afkoel. En we hebben net de theorie gehad. Ik heb al heel veel geleerd over pH-waarden. En we gaan zo de keuken in om te koken. En ik moet dit hoofddekseltje op.